Hoe ga je om met controversiële onderwerpen in de communicatie met je leden? Wij kijken heel erg goed naar welke leden wij hebben en welke media zij het meeste gebruiken. Als het gaat om de vraagstukken waar verzorgenden zich mee bezighouden, gaan we meer met Facebook aan de slag en poneren we iets en dan zien we dat er heel veel reacties op komen. Die volgen wij, die vertalen wij soms ook weer in artikelen naar ons magazine. Maar we proberen ook te voorkomen dat mensen te fel en te ongenuanceerd reageren en geven daar dan weer een reactie op. Voor LinkedIn gaat het wat meer om de inhoudelijke onderwerpen, de zakelijke onderwerpen. En zien we ook dat een heel ander type discussie ontstaat. En in ons magazine verwoorden we dilemma's. En ook daar krijgen we heel veel reacties op. Bijvoorbeeld het dilemma, hoe ga je om met giften van patiënten?